Danny, 3-0 overwinning, geeft het veldoverwicht ook wel aan, denk ik. Ja, zo had ik het ook wel ervaren. Tenminste, ik denk dat we zeker de eerste, wat zal het geweest zijn, 20, 25 minuten, waren we absoluut de betere ploeg. Volgens mij een bal van Sherwin op de lat, flink aantal corners, nog een hele grote kans met Mimoun en Gueron in de rebound. Ja, dan vergeet je eigenlijk om die 1-0 te maken. Daarna werd het wat meer een wedstrijd, zonder dat we allebei eigenlijk echt kansen kregen. En toen maken wij net voor rust, maak je natuurlijk op een lekker moment die 1-0. En die was op dat moment denk ik gewoon wel verdiend. En de tweede helft loop je op een gegeven moment uit naar 2-0 en 3-0. En dan kan je misschien in de eindfase nog wel 1 of 2 goals meer maken. Weer bovenaan na wedstrijden. Dat zegt natuurlijk nog niks, maar 7 wedstrijden op rij ongeslagen. Wat zeg jou dat? Weer? Dat is volgens mij de eerste keer dit seizoen. Maar, vorig jaar bovenaan geëindigd. Ja, het gaat erom waar je na 30 wedstrijden staat. Maar het is lekker dat je na 8 wedstrijden al in die kopgroep staat. Zo simpel is het. Uiteindelijk weten we onze doelstelling. Dat is dat we naar die tweede divisie toe willen. Nou, je moet gewoon elke week naar jezelf kritisch blijven kijken. Van oké, wat hebben we goed gedaan? En wat zijn de dingen die we moeten verbeteren? En wat je zelf al zegt, is wel lekker dat je nu buiten de eerste wedstrijd bij RVVA niet hebt verloren. We winnen weer veel wedstrijden. De laatste 2 wedstrijden verdedigen we ook heel goed, waardoor we de nul houden. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen die we de komende weken moeten vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Ja, we begonnen heel goed de wedstrijd. En daarna zakte er iets in. En dan zag je dat we wat mogelijkheden, nou niet echt mogelijkheden, maar ze voetbalden zich wat makkelijker onderuit. En aan het eind van de eerste helft hebben we besloten weer druk te zetten. En dan zie je dat het wel wat makkelijker gaat. Dan is het wat duidelijker wie wie heeft. En gelukkig komen we net voor rust 1-0 voorsprong. Ik denk dat dat wel een belangrijk doelpunt was. Ze net voor rust. Want dan ga je met 1-0 voor de rust in plaats van 0-0. En ik denk dat dan bij hun de moed wat meer in de schoenen zakt. En ze moeten meer komen, waardoor er met de ruimte voor ons komt. In de tweede helft duurt het ook lang voordat het 2-0 valt. Ja, dat kunnen we onszelf wel verwijten, denk ik. Dat we niet eerder die goal maakten. Ook in de eerste helft hadden we misschien eerder 2-3 kunnen maken. Dan hadden zij al gelijk uit die wedstrijd geweest. En nu hebben we het nog heel lang een wedstrijd laten zijn. Maar gelukkig hebben we weer de 0 gehouden. Dat is leuk voor Jesper en ook voor de verdediging.
En dan zie je ook dat het vertrouwen wat meer groeit. Want ik denk niet dat we deze wedstrijd heel veel kansen hebben weggegeven. Je zegt al, het seizoen is nog vroeg. Hoe kijk je er dan tegenaan dat er toch bij een aantal clubs al coaches worden ontslagen? Ja, soms kijk je daar met ontzettend veel verbazing naar. Al ken je natuurlijk niet altijd de details, omdat je buiten die situatie zit. Maar van de week GVV, ik ben daar niet bij geweest, maar als klopt hoe ze het naar buiten hebben gebracht, dat de reden is dat de trainer aan de kant wordt gezet na 5 succesvolle jaren, waarin die echt voor mij van buitenaf ongelofelijke prestaties heeft neergezet met GVV. En je durft dan zo'n man na 7 competitiewedstrijden op straat te zetten, terwijl je in de eerste 5 competitiewedstrijden van Katwijk gewoon had kunnen winnen. Krijg je in de 93 minuten penalty tegen. Je uit bij Hardenberg gelijk speelt. Je thuis wint van IJsselmeervogels. En je dan uit bij Sneek verliest, terwijl je geloof ik 20 kansen hebt gehad. En dan spelen ze 2 slechte wedstrijden tegen Stadoco en Maassluis. En dan pakken ze 1 punt. En dat had er ook misschien gewoon 3 of 4 kunnen zijn. En dan, ja, ik weet niet eens wie deze beslissing heeft genomen, maar ik mag jou zeggen dat als die man in een gekkenhuis zichzelf laat controleren, dan komt hij voor de rest van zijn leven niet meer buiten. Want ik vind het echt schrijnend. Maar ja, gelukkig zit ik niet bij die club. En zit ik hier bij een club waar we niet met dat soort mensen hoeven te werken. Dus wij richten ons maar gewoon op Kozakken Boys. En we laten GVV of een andere club maar voor wat het is. Vandaag is jubilaris aan de wedstrijd begonnen. Je 100ste wedstrijd voor Kozakken Boys. En dan weer een prachtige goal. Ja, die zat er lekker in inderdaad. Maar ik denk dat het bij 2-0 voorsprong ook makkelijker is om zo'n bal stiftje te doen. Maar het is leuk dat ik op mijn 100ste wedstrijd zo'n doelpunt maak. En daarnaast ook nog ander goed nieuws. Je blijft nog 2 jaar aan de club verbonden. Ja, ik heb met jou wat gegeven inderdaad voor nog 2 jaar Kozakken Boys. Ik heb het hier echt prima naar mijn zin. Bij de supporters lig ik goed. Ik krijg het vertrouwen van Danny. En ik hoorde dat er wat interesse was van andere clubs. Maar ik had zoiets van, ja, ik zit hier prima op mijn plek. Dus waarom niet bijtekenen? En wat wil je bereiken in die komende 2 jaar? Ja, ik heb altijd nog de optie om naar het profvoetbal de stap te mogen maken. Dat heeft Kees mij toestemming voor gegeven. Dat als er een kans komt, dat ik daarna mag kijken. En als ik hier blijf, dan vind ik het ook echt geen straf. Volgende week Barendrecht. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, Barendrecht was altijd een ploeg die ons makkelijk lag. Maar ik denk dat in het laatste seizoen een stuk minder is geworden. Want ze zijn wat van die verdedigende af gaan leunen en meer naar voren is druk gaan zetten. En ik denk dat we het daar wel wat meer lastig mee hebben. Ja, een uitdaging, hè? Want vorig jaar hebben we daar, vind ik, een hele, hele slechte wedstrijd gespeeld. Dan kan je als excuus aanvoeren dat we toen al na een kwartier wisten dat Spakenburg met 3-0 achter stond, waardoor we kampioen waren. Maar dan nog vind ik dat je gewoon beter voor de dag moet komen. Dus ik hoop dat een flink aantal spelers die erbij waren die dag, dat die wat revanchegevoelens hebben om daar ook nu goed voor de dag te komen. Ja, daar gaan we zeker voor. Maar we zullen zien volgende week. Het is een lastige wedstrijd.